Meer medicijnresten in oppervlaktewater: de hoeveelheid stikstof, fosfaat, koper en zink daalt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateert dat door de bevolkingsgroei en vergrijzing. de lozing van medicijnresten toeneemt met gemiddeld 1 tot 1,5% per jaar. En Zuid-Holland speelt daarbij als drukbevolkte provincie een grote rol. Medicijnresten komen via menselijke afvalstoffen in het rioolwater terecht. En in 2022 ging het om ongeveer 1,4 miljoen kilo. De helft van de medicijnresten bestaat uit laxeermiddelen, anti-diabetesmiddelen hebben daarbij met bijna 320.000 kilo de hoogste bijdrage, gevolgd door bloeddrukverlagers, anti-epilepsiemiddelen en pijnstillers. Gemiddeld blijft 40% van de werkzame stof in de rioolwaterzuiveringsinstallaties aanwezig. En er wordt wel minder stikstof, fosfaat, koper en zink aangetroffen. Nederland telt bij elkaar 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties. En in 2022 werd 8% minder rioolwater dan in 2021 verwerkt als gevolg van de droogte. In 2022 viel 11% minder neerslag. En rioolwater is het mengsel van afvalwater van bedrijven en huishoudens en regenwater. De zuiveringsinstallaties halen met name stikstof- en fosforverbindingen, zware metalen zoals koper en zink en medicijnresten uit het rioolwater. Behalve vervuiling reduceren ze zo ook het risico op vermesting van het oppervlaktewater. Het proces van voedselverrijking via het oppervlaktewater door een te grote hoeveelheid fosfor- en stikstofverbindingen. En dat kan resulteren in overmatige algengroei met gevolgen voor het waterleven en ook de gezondheidsrisico's voor de mens.